We zijn lekker aan het fietsen. Ik heb mezelf uitgenodigd bij de gemeente om op pad te gaan, om als burger te laten zien wat hier in Albuquerque leeft. Sinds kort kunnen burgers een fietstocht maken met ambtenaren van de gemeente Medemblik. Omdat ik regelmatig op de duofiets zit met dementerende ouderen, kwam ik op het idee om dat ook met de inwoner te gaan doen. En zo is het idee eigenlijk ontstaan. Ik word gestuurd. Ja. Kan je dat een beetje aan, Dick? Ja. Want ben je wel die het stuur graag vasthoudt? Ja, dat wel. Ja? Suzanne maakt zich zorgen over haar dorp. Het dorpshuis is aan vernieuwing toe en ook is er een tekort aan woningen. Nieuwbouw is hard nodig. Dat duurt maar. En je ziet nu dat mensen vertrekken en dat vind ik jammer. Weet je, leuke jonge gezinnen die zich eigenlijk heel erg thuis voelen in Albuquerque, maar niet verder kunnen om hier zich te vestigen of zich te vestigen in nieuwbouw. Op de fiets haar hart luchten bij de gemeente bevalt Suzanne wel. Nou, dit is een luchtige manier van, ja, weet je, om even een afspraak te maken bij een ambtenaar of dan, ja, weet je, dat is nogal een grote stap, weet je. Dat indrukwekkende gebouw, daar moet je wel met een verhaal komen. Het is wel mooi op het moment dat je zo'n gesprek aangaat, dat je inderdaad tot die dingen komt die leven in die kern waar je fietst. En dat is ontzettend veel qua school, zwembad, dorpshuis, wat ik net hoor. Het zijn natuurlijk ook belangrijke ontmoetingsplekken. En daar moet besluitvorming over plaatsvinden. Nu maar hopen dat de fietstocht ook echt iets oplevert. Ik heb goede hoop. Ja, ik ben heel enthousiast geraakt door dit fietstochtje.